muziek is belangrijk in mijn leven in dat opzicht dat je heel veel naar muziek luistert. Als ik in de kleedkamer luister naar muziek, op de bus luister ik naar muziek. Als ik fitness of oefeningen doe, luister ik naar muziek. Als ik naar de stad ga, dan luister ik meestal muziek als ik alleen ben. Dus in de auto luister ik constant naar muziek. Dus ja, muziek is wel belangrijk. Ik heb een paar cd's van zo live concerten. En die vind ik altijd wel chic om te luisteren, omdat de interactie met het publiek vind ik wel mooi. En daarom vind ik het wel tof om te luisteren naar cd's van concerten, live opgenomen. Als ik één artiest zou willen ontmoeten, moest ik de dode terug kunnen oproepen, dan zou ik misschien... dan twijfel ik eigenlijk Tupac, B.I.G. Of Marvin Gaye. Het liedje is echt invloed heeft gehad op mijn leven. Ik heb wel de twee muziek die ik graag wil luisteren. En sommige dingen, ik luister ook vaak naar teksten, omdat teksten zijn wel, die geven extra dimensie aan een liedje dan alleen de beat. En daar zitten chique verhalen tussen. Maar om te zeggen dat er misschien een liedje is dat mijn leven heeft veranderd, dat zou ik niet direct kunnen opnoemen. Op dit moment luister ik veel naar Machine Gun Kelly. Zij is een Amerikaanse rapper. En die heeft zo een movement, Lace Up. En ja, Lace Up, dat is eigenlijk zoals Beatles binnen, maar BAM staat daar voor gewoon zo Lace Up. Dat je ook al heb je het moeilijk of zo, dat je gewoon ervoor moet gaan en alles moet geven. En ik vind dat wel chic en er zijn veel mensen die. Wie hij hun leven echt beïnvloed heeft, niet dat hij mijn leven echt zwaar beïnvloed heeft ofzo. Maar op dit moment luister ik daar wel veel naar.